Ger, we zijn zojuist getuige geweest van de les Bootcamp. Maar wat is Bootcamp nou eigenlijk? Ja, Bootcamp is een vorm, een trainingsvorm die uit Amerika is overgewimpeld. En dat is meer vanuit het militarisme. Het is alle oefeningen met drillen. En dat probeer ik hier te vertalen, een beetje naar de Nederlandse uitvoering. Alleen maar iets met getemperde uitvoering. En het is momenteel heel populair. Mijn doelgroep hier is de 55-plussers. En dus met name jonge mannen en vrouwen die net die leeftijd zijn gepasseerd. Om ze toch een beetje in conditie te houden. Door allerlei oefeningen te doen. Met name gericht op de buikspieren, de rugspieren, de beenspieren, de armspieren. Alle spiertjes die in het lichaam zitten. En als ik dan naar zo'n les kijk, hoe is de opbouw van zo'n bootcamp les? Nou, de opbouw komt overeen met elke soort van warming-up. Dus eerst rustig inlopen, daarna wat loopscholing doen, rekoefeningen doen, lenigheidsoefeningen doen en daarna versnellingjes doen, dat men op een gegeven moment helemaal klaar is om de oefeningen uit te voeren. En zonder blessures uiteraard. Ja, nu zie ik ook dat regelmatig hartslag gemeten wordt. Waarom is dat? Ja, dat is wel erg belangrijk. Want op een gegeven moment moet ik weten wat iemand kan en wat iemand niet kan. En dus daarom moet ik van de persoon zelf weten hoe hoog zijn hartslag maximaal kan. Dus dan kan ik zeggen, nou, als hij zo hoog is, zijn maximale hartslag 150 is, kan ik zeggen, nou, vandaag gaan we trainen op basis van 140. Dan weet ik zeker dat hij plezier in zijn werk heeft, in zijn training, en ook veilig is, ook voor zijn gezondheid. En hoe ziet de toekomst eruit voor de bootcamp? Nou, de aanwas moet beetje voor beetje gaan gebeuren. En het is allemaal wel een positieve ontwikkeling. Dus voor een beetje druppelt het voor. Maar het moet een beetje groeien. Het moet bekendheid krijgen. En als mensen nu geïnteresseerd zijn naar het kijken naar deze uitzending, waar kunnen ze meer informatie krijgen? Ze kunnen informatie krijgen bij Gennep Vitaal. Op www.gennepvitaal.nl. En daar staat alle informatie over. Oké, nou dank voor deze toelichting en heel veel succes. Ja, graag gedaan. Goed, ik sta hier bij Toon, een van de deelnemers van Bootcamp. Toon, waarom doe je mee met Bootcamp? Nou, ik was zoekende eigenlijk om. Ik vond eigenlijk dat ik iets moest gaan bewegen en zo. Toen kwam op een gegeven moment die actie van Gennep Vitaal voorbij. En die hadden verschillende items die je kon gaan doen in feite. Daar heb ik uiteindelijk gekozen voor de bootcamp op zich. En met name omdat het dan buiten is. Je bent buiten bezig op zich, actief bezig, onder begeleiding. Het wordt goed gecontroleerd en zo, dus nou, de groep is nog wel wat te klein, dus we willen er eigenlijk nog wel graag een paar bij hebben. Maar op zich, het klikt onderling goed en zo, en je weet wat je elkaar hebt. En ja, alle spieren komen toch gaandeweg in dat uur, komen ze aan de orde op zich. Dus die is het stemt mij wel tevreden, ja, van zoals het programma er staat. Oké, Wim, jij doet ook mee aan bootcamp. Wat is nou zo leuk aan bootcamp? Nou, wat ik inderdaad hartstikke leuk vind, is dat je zeg maar buiten bezig bent met een paar mensen die om dezelfde reden eigenlijk bij elkaar iets aan sport gaan doen. En ja, nou, ik vind het, wat ik al zeg, ja, gezellig om dat samen te doen, dat op de eerste plaats. En vooral ook buiten. Dus zeg maar, voor mij vind ik fitness zeg maar, op zich is goed voor diegenen die dat leuk vinden. Maar ik vind dit wat meer passen bij mij zelf. En hoe gaat het? Nou, het gaat prima eigenlijk, want ik doe nu een week of, eens kijken, we hebben ronde van 10 achter de rug en nu zitten we aan de tweede ronde, de vierde keer, zeg maar de 14e keer dat we samen dit doen. En het gaat eigenlijk prima. In het begin had ik erg veel last van, overal pijntjes, zeg maar, in de rug en in de benen en noem maar op. En dat heb ik niet meer. Dus ik merk gewoon dus dat het ook helpt. En het is gewoon nog gezellig om het samen te doen met leeftijdsgenoten en lekker buiten. Oké, nou dank voor deze snelle reactie en heel veel succes. Oké, dankjewel en jullie ook succes.